hoopt u dat er zo direct door de deur komen? Nou, volgens mij heb ik 2 mensen van tevoren gezegd dat ze niet mochten. Oh? Ja, dus dat, en dat was Jensen en de snor. Dus dat zijn Johan Derksen en Robert Johan Derksen, ja, ik was even zijn naam kwijt. Johan Derksen en Jensen, ben zijn voornaam ook kwijt. En voor de rest heb ik niets gezegd. Nou, ik hoop geen familieleden. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen. Het wordt zo langzamerhand duidelijk dat wij hier te maken hebben met onethische leugenaars. En daar heb je er best veel van natuurlijk in de wereld. Maar we hebben het nog nooit gehad in de Amstwoning. We hebben het nog nooit gehad dat de burgemeester van Amsterdam gewoon de bevolking van Amsterdam, de inwoners van Amsterdam, zo heeft voorgelogen. En ik heb gisteren natuurlijk heel duidelijk een opsomming gegeven van wat hier allemaal aan de hand is. En dan denk je echt van, dit kan niet dat dit gebeurt. Maar ik zei het al, ik voelde het al aan dat er, ik zei tot morgen en er zal ongetwijfeld weer nieuwe dingen op tafel zijn gekomen. En dat is gebeurd. En het zijn schokkende dingen. Het is leugen. En voordat ik bij dat hele belangrijke breaking news kom, wilde ik toch nog even 1 leugen van dit weekend, waar ik gisteren gewoon geen tijd voor had. En het verhaal zoals ik het vertelde, viel het net even buiten. Maar ik wil wel dat jullie dit weten, dat dit ook nog eens een keertje speelde dit weekend. En dat is, Halsema die ging zich verdedigen om het feit dat dat wapen bij haar thuis lag. Maar dat is natuurlijk niet echt haar thuis. Het is een ambtswoning. Het is het huis van de burgemeester. Dus het is het huis van de mensen, om het maar zo te zeggen. En zij heeft gezegd, de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema stelde vandaag in een reactie op het debat dat was aangevraagd na het herbergen van een verboden wapen, een echt wapen in de ambtswoning, dat zij voor bewoning van het pand een, daar komt ze, dit was haar excuus, dat ze in principe alles mag doen daar wat ze wil op haar gebied, gedeelte van het huis. Zij zegt dat zij voor de bewoning van het pand een marktconforme huur betaalt. Een marktconforme huur. En dat is, het is natuurlijk een prachtig, statig pand. Hè? De ambtswoning en de Gouden Bocht. Het prestigieuze, meest prestigieuze stukje van de Herengracht in Amsterdam. Prachtig huis. Maar zij zegt dus gewoon echt, met droge ogen beweert zij, ik betaal een marktconforme huur. En wat je moet weten van deze mensen is dat hoe zij leven, is zij leven in met een visie op het bestaan dat perceptie is realiteit. En dat hoor je ook veel zakenmensen altijd zeggen. Maar ja, goed, dat begrijp je van zakenmensen. Want die zijn vaak iets aan het creëren uit het niks. En die hebben zoiets van, joh, als het in de perceptie zo lijkt, dan is de realiteit ook zo. Dat is een zakelijk ding. Heel veel zakenmensen, zeker in de jaren 90, en die riepen, dat was een soort van wijsheid, een soort van fantastisch iets waar ze achter waren gekomen. Perceptie is realiteit. Maar deze politici, deze linkse politici zoals Halsema, die leven alleen maar in perceptie is realiteit. Realiteit, waarheid heeft niks met hun leven te maken of wat ze doen. Dus met andere woorden, zij denken echt van, weet je, als wij maar uitstralen dat iets zo is. En de pers schrijft dat bijvoorbeeld gewoon op en roept dat door. Dan is het zo. Dus bijvoorbeeld, als zij zit echt zo in van, weet je wat we gaan doen? We zeggen gewoon dat we een marktconforme huur betalen. En dat is dan ook zo. En daar kan dan geen discussie over zijn. Maar daar hebben ze eens eventjes, daar zijn ze ingedoken. Wat zij betaalt per maand voor dat gigantische pand aan de Herengracht. Ja, hou je vast. Ze betaalt €2.161 per maand. Nou, dat is, weet je, om te zeggen dat dat marktconform is, is een lachertje natuurlijk. Ze heeft daar zo'n statig pand met een tuin aan de Herengracht. €2.161. Nou, iedereen die in Amsterdam woont, die weet dat tegenwoordig heb je voor €2.161 op die plek, heb je misschien een parkeerplaats voor je motor.
Het is alles behalve een marktconforme prijs. En daar hebben ze natuurlijk ook onderzoek naar gedaan. De Telegraaf heeft het gedaan met wat makelaars. En, maar goed, kan je dat al van iedereen die in Amsterdam had, kan je dat al van 2101. En dat weet zij ook. Zij woont al de hele leven woont zij in Amsterdam of in die omgeving. Ze weet dat je op die plek in zo'n huis nooit kan wonen voor 2161 euro per maand. Maar dat weerhoudt er niet van om wel met een statement te komen en zeggen van het is een marktconforme prijs. Dus met andere woorden, wat ik daar doe, daar gaat jullie niks aan. Ik woon daar gewoon op legale wijze en ik kan in mijn eigen huis uitfretsen wat ik kan. Want dat is de achterliggende gedachte. Maar dat gewoon moet je het lef noemen? Of dat je het gewoon zo keihard liegt naar buiten toe. Constant. Achter elkaar. Want ze hebben onderzoek gedaan. Dat huis wat zij heeft, dat is op zijn minst 10.000 euro per maand. Dus daar mag ze voor een prikkie leven, omdat ze burgemeester van Amsterdam is, van 2161 euro. Ja, dat is oneerlijk. Dat is... waarom zou zij zo weinig moeten betalen hiervoor? Maar goed, het is niet anders. Zo gaat het dan. Maar... houd dan je mel om te zeggen dat het een marktconforme prijs is. We accepteren het misschien wel van oké, het is de burgemeester. En ze verdient 2 ton per jaar. Nou ja, goed, het is de burgemeester. Oké, dan is het maar zo. Maar als je dan gaat liegen dat het een marktconforme prijs is. Om je eigen verhaal en je eigen leugen. En je eigen scenario wat je samen met je man hebt geschreven. Omdat je natuurlijk iets probeert op tafel te vegen of verborgen te houden van mensen om dan te liegen. Maar dit was dit weekend. Dus we weten dat we te maken hebben zo langzamerhand met een onethische leugenaar. Want ik grijp weer eventjes terug. Hier komt dan het brekende nieuws van vandaag. Ik grijp weer terug naar die brief die de burgemeester alle Amsterdammers geschreven heeft, waar ik het gisteren ook over had. Ik bedoel, ik heb veel reacties gekregen natuurlijk op de uitzending van gisteren. En heel veel mensen hebben tegen mij gezegd van ja, die niet eens in Amsterdam wonen. Ik heb nog nooit een brief van de burgemeester gehad. Nee, maar een burgemeester schrijft ook doorgaans geen brieven. Omdat burgemeesters gedragen zich niet zo onethisch. En burgemeesters moeten ook niet zo'n verhaal creëren, een scenario gaan schrijven om hun eigen gedrag te verbergen en om zichzelf in te dekken. Dit is heel raar gedrag. Maar in die brief, wat gisteren natuurlijk al naar buiten is, daar zit natuurlijk de grootste leugen. En dat weten we nu. Zij zegt, mijn zoon had een verboden nepwapen bij zich. Nou, dat weten we dus nu, dat niet klopt. Dat heeft ze, kijk, deze brieven heeft zij geschreven met haar man. Dat weet ik 100%, dat is een leugen, dat die man hier helemaal niks, dat ze het er nog niet over gehad hebben, over dat wapen. Je bent getrouwd met elkaar. Dat zegt deze man in dat interview. Ik heb het met Femke nog niet. Ik heb het met jou als journalist. Heb ik nu een intiemer gesprek gehad over het wapen. Dan met mijn vrouw. Ja, dag. Dit zijn zulke control freaks. Dit zijn zulke spelers van de perceptie. Ze hebben alles met elkaar besproken. En deze brief is waarschijnlijk ook nog eens. Dat doet ze dan ook met haar partijgenoten. De verschrikkelijke Rutger Grootwassing. Nog één keer. Maar goed, dit zijn de mensen die Amsterdam leiden op dit moment. En dus de burgemeester, maar dit is dus de grootste leugen van dat nepwapen. Maar nu komt er dus nog een leugen in de brief, is vandaag naar buiten gekomen. John van de Heuvel meldt, het dossier van zoon Halsema kwam pas na publicatie van het stuk van de Telegraaf. Want je merkt ook aan alles, ook in de brief van de burgemeester. Het is constant, het is niet de gewoonte om te reageren. Maar mijn minderjarige zoon wordt beschadigd door de Telegraaf. Met chocoladeletters in de headlines. Dus dat merk je dan meteen. Dit is de tactiek van deze gasten. Altijd aanvallen als je op ergens op aangesproken wordt. En als je weet dat, zeker als je weet dat de persoon, of in dit geval de krant, gelijk heeft. Dan ga je de krant demoniseren en zwart maken. Dus dat heeft zij gedaan in de brief. En dat heeft haar man ook gedaan in dat interview. Het was allemaal de schuld van de Telegraaf. Maar hier is het ding. De Telegraaf zit hier namelijk heel erg goed. John van de Heuvel vandaag. Dossier zoon Halsema kwam pas na publicatie. Het arrondissementpakket in Haarlem heeft het strafdossier over het wapenbezit van de zoon van de burgemeester pas na de publicatie in de Telegraaf ontvangen van het Openbaar Ministerie in Amsterdam. En waarom is dit belangrijk? Omdat dit de tweede leugen is die in die brief staat. Die naar iedere Amsterdammer verstuurd is. De grootste is natuurlijk van het nepwapen. Ze wist toen ook al dat het een echt wapen was.
Een nepwapen, dat denkt ieder Amsterdammer, dat is een plastic dingetje, een speelgoedwapen. Dat was het natuurlijk niet, dat is een echt wapen. Maar hier komt-ie. Het procesverbaal van de zaak kwam op 14 augustus aan in Haarlem. Die ochtend had deze krant de zaak onthuld. Nadat ook Halsema zelf schreef in haar brief, in deze brief, dit is de leugen, aan alle Amsterdammers, dat de zaak reeds was overgedragen toen deze krant publiceerde over zorgen bij het opsporingsapparaat en het doofpot. Volgens de burgemeester was dat juist gebeurd om te vermijden dat er een verwijt van bevoordeling of suggestie van een doofpot zou kunnen ontstaan. Sindsdien verwachten wij op vervolg. Aldus Halsema in haar brief op diezelfde 14 augustus. Maar nu schijnt dus dat op 14 augustus het dossier, het proces verbaal, pas aankwam in Haarlem. Dus dit is wederom een leugen in de brief. Dit gaat maar door. En inmiddels is ook bekend dat Halsema's partner officieel verdachte is. Het Openbaar Ministerie heeft Robert Oei, partner van burgemeester Halsema, officieel aangemerkt als verdachte vanwege het voorhanden hebben van een revolver en inmiddels uitgebreid verhoord. En hier komt hij. Dit moeten jullie weten, want ik heb dit gisteren ook proberen uit te leggen aan jullie. Een woordvoerster van het OM in Haarlem bevestigde dit gisteravond. Het verhoor met de heer Oei stond gepland voor deze week. We hoorden eind vorige week echter dat hij een interview had gegeven aan het NRC en hebben toen het verhoor naar voren gehaald. Voor publicatie van het interview. De heer Oei is daarom afgelopen vrijdag als verdachte gehoord. Iedereen denkt dat dat interview met het NRC dat zo spontaan gegaan is en dat hij dat zomaar gedaan heeft. En dit is allemaal vooropgezet. De man is een documentairemaker. En documentairemakers, dat zijn niet mensen. Mensen denken altijd documentairemakers. Iemand gaat in het midden van de straat staan en zet een camera aan en kijkt wat er gebeurt en wat er op hem afkomt. Nee, een documentairemaker die weet natuurlijk van tevoren al wat hij gaat maken. Hij bedenkt het al. Hij bedenkt bijna eigenlijk het hele script. In documentaires is heel weinig spontaan. Je moet ook een situatie creëren dat leuke beelden oplevert en zo. Dus dan denk je van tevoren over na. En dat is zijn werk. Dat is Robert Oei zijn werk. Dit hebben ze allemaal van tevoren gepland. En het feit dat hij al verhoord is voordat het gepubliceerd is bij de NRC. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Hoe wist het OM dat er een interview kwam met het NRC? Wat in het NRC stond is precies de uitstraling die zij willen. Zij proberen het schaakbord een paar moves vooruit te zijn. Maar wij hebben het door allemaal. We zien wat hier speelt. En het wordt erger en erger. En ik blijf erbij. Halsema, liegende Halsema, moet nu aftreden. Want het wordt maar erger en erger. En we hebben te maken met onethische mensen daar. En dit zijn mensen die constant met het vingertje wijzen. Constant met het vingertje. Ze zijn de allerergste. Wij zijn altijd slecht en jij bent slecht en jij moet aangepakt worden. En daar kan er geen discussie over zijn. En kijk eens wat ze zelf zijn. En ik heb overigens, geloof me, ik heb te doen met het Openbaar Ministerie en al die mensen. Want die hebben echt zoiets, wat moeten we hiermee? Wat moeten we hiermee? En dan kan je zeggen van ja, ze moeten gewoon hard zijn. En ze moeten gewoon afgerekend worden, net zoals wij allemaal. Maar ik begrijp wel dat OM zegt, ja, Jezus, dit is niet een gewone situatie. Dit is de burgemeester van Amsterdam. En dit zijn onethische mensen. En hoe moeten we hier in vrede zijn? Wie neemt de beslissing dat we dit crimineel gaan vervolgen allemaal? Ik begrijp dat dat een hele lastige is. Want ik vind het OM en ook de politie had nooit in deze situatie gedrukt moeten worden. Maar dit komt natuurlijk door deze leugenaars. Niemand is hier echt op voorbereid in onze maatschappij, want we verwachten dit gedrag niet van onze burgemeester. Maar jongens, geloof me één ding, Halsema gaat niet aftreden. En ze zal verdedigen, en ik heb ook wel reacties gezien van, ja, ik denk dat ze dit expres doet, want dan kan ze weer het publieke leven in, en dan kan ze weer in het bedrijfsleven in. Luister, niemand wil haar in het bedrijfsleven, ze kan helemaal niks in het bedrijfsleven. Ze heeft het geprobeerd tijdens haar vorige postpolitieke periode, en dat is helemaal mislukt. Zij blijft daar zitten, dit is de beste baan die ze ooit had kunnen krijgen. Iemand met weinig talent, iemand met weinig succes, iemand met veel falen in haar leven, is dus opeens burgemeester van Amsterdam. Denk je dat ze dit gaat opzeggen? Nee hoor,
Het enige is, die man heeft ook al besloten, joh, laat mij maar, ik neem de schuld wel helemaal op me en dan is het weg. En dan kan je, want dat hele interview, ik heb het er met mijn vrouw nog niet over gehad. En het hele interview straalde constant uit, mijn vrouw spreekt mij altijd aan dat ik wat ik niet mag doen. Ik mag niet op een lade en losse plek staan. En dan dus met andere woorden, in het hele interview kwam er buiten het vooropgezette interview, het bedachte interview, het geplaatste interview. Dat lijkt dat die man gek is, maar dat is helemaal niet zo. Is heel duidelijk, Femke is de engel en ik ben de boeman. Dus Robert Oei, die gaat hier de schuld op zich nemen. Maar dit is niet zoals het echt gegaan is. En ik hoor graag hoe zij zich hier weer onderuit spint. En wederom echt wordt vervolgd. Ja, het is allemaal wat. Ik heb een bomvolle MediaWatch. Ik heb een bomvolle MediaWatch met dingen dat je echt denkt van, oh, dat dit in de Nederlandse media allemaal gebeurt. Maar eerst eventjes dit. Ik wil jullie wederom hartstikke bedanken voor de steun. Zonder jullie kan ik dit niet doen. En dan wordt het allemaal heel stil. En het andere geluid in de media ga je dan niet meer horen. Dus bedank jullie allemaal. En ook, dit vind ik zo'n leuke reactie die ik een paar keer gekregen heb. Zowel mensen die zeggen van, ik heb zo'n hekel aan commercials en de reclame. Maar als jij je sponsoren voorleest, ik blijf altijd hangen. Want ik wil die sponsoren steunen. En ik vind het fantastisch dat ze het doen. En dit is de enige commercials, of weet ik wat, dus wat ik kijk. En ik heb er al meer dan één keer heb ik zo'n reactie gekregen. En dat vind ik echt fantastisch. Want ik ben ook heel erg blij met onze sponsors, zoals Hercules Workouts. Hercules Workouts heeft een pre-workout shake, jongens. Wat deze zo bijzonder maakt, is dat zij als een van de weinigen op de markt de neveneffecten van cafeïne hebben aangepakt. Wat een zeer belangrijk ingrediënt is in pre-workouts. Dus dat is een heel bijzondere pre-workout shake. Ga naar herculesworkouts.com en gebruik de code Jensen10 voor 10% korting. En dat is ook leuk van onze sponsor om te horen dat de respons is heel erg groot al. En ze zijn allemaal heel erg tevreden en heel erg blij. En dus steun deze gast, onze vrienden van Hercules Workouts. Lareno wand- en plafondafwerking, ook fantastisch. Lareno.nl. Het gebruikt een glad en slijtvast behang. Ideaal voor nieuwbouwwoningen. Want het zorgt ervoor dat scheuren in de muur niet zichtbaar zijn. Ga naar de site Lareno.nl. Daar kun je een vrijblijvende offerte aanvragen. En dit is ook een steuner van het eerste uur. Love you man. Lareno.nl. Dan heb ik ook de dagelijkse standaard. Al 10 jaar lang het echte nieuws. Thuisbasis van rechts Nederland op het internet. Ik kijk iedere dag. Moeten jullie ook gewoon doen. Nieuws, achtergronden, analyses en video's. Ik zag net even een artikel terwijl ik wilde het eigenlijk gaan lezen. Maar ik was net te laat. Halsema volgen ze ook allemaal heel erg goed. En het staat nu iets over Zwarte Piet er weer op. Waarbij natuurlijk al de bloeddruk van gaat stijgen. Dus ik ga ze ook even lezen na de show. De dagelijkse standaard.nl. Afgewogen en compromisloos, conservatief, liberaal, rechts. Dagelijkse standaard.nl. Bedankt voor jullie steun. En het staat ook allemaal op onze website. Jensen.nl. Ga daar naartoe als je alle informatie wil weten over onze sponsors. Wat ik je voorlees. Het staat er allemaal op de hoofdpagina. Scroll naar beneden en dan staat het allemaal. En ook als je wil sponsoren, ga naar adverteren. En bedankt nogmaals voor de steun. Dames en heren, tijd voor een bomvolle MediaWatch. Want als ik zeg bomvol, dan meen ik dat. Want hij is bomvol. Ja. Mijn gesprek met Harry Mens. Blijft toch stof opwaaien? Zeg ik het zo? Het gaat maar door. Git, het was natuurlijk allemaal wat Mens zei over Thierry Baudet. En Johan Derksen heeft zich gisteravond hier ook over uitgelaten in Voetbal International. Laten we even kijken. Ik maak me over Baudet ook wel zorgen. Die heeft het eigenlijk voor zichzelf geknald. Dat die wordt een extremist. Oké, dat zijn namelijk Harry. Ongeloofwaardige extremist wordt het. Hij stelt me zo teleur. Ik heb er eigenlijk spijt van dat ik hem zo op het paard gezet heb. Waar stelt hij het meest teleur in? Nou, de hele manier van doen. Hij is arrogant, hij heeft een soort diva-gedrag. En sommige mensen om hem heen die zeggen, ja, ik zeg het maar eerlijk zoals ik het hoor, dat het een gevaarlijke gek aan het worden is. Ik zou hem niet een gevaarlijke gek noemen, maar hij is raar. Ja, maar hij is rechtsextreem aan het worden op een manier die in het verleden toch heel erg fout afliep. Ja, daarmee doelt hij gewoon op de oorlog, hè? Nou ja, het probleem is, ze hadden wel een goed clubje. Die Paul Cliteur, dat is toch geen domme man. Hiddema ook niet. Ik dacht, nou, die sturen hem wel een beetje. Ja. En die trekken de handrem wel eens aan. Maar het is een ongeleid projectiel. En ik denk, ik heb spijt van dat ik op hem gestemd heb. Het was voor mij een tegenstem tegen GroenLinks. Maar ik vond ook wel dat hij redelijk verfrissende ideeën had. Maar hij is het nu voor zichzelf aan het verknallen. En wat hij opgebouwd heeft hij
zelf helemaal weer afgebroken nu. Dus ik kan niemand iets kwalijk nemen. Nou, apart, ik had vanmiddag dus Harry Mens nog aan de lijn. En die hoopte eigenlijk ook dat Theo Hiddema over zou stappen naar het kamp van Henk Otten. En dat denkt hij ook misschien nog wel. Dat Hiddema zit er enorm in zijn maag, zei hij ook. En hij zei ook over Baudet, van hij wil ook echt niks meer met hem te maken hebben. Want ik had Baudet nog op even contact. En die zei, nou, er is tussen hem en mij niks aan de hand. En ik hoop het snel met hem uit te kunnen praten. Ja. Maar Harry is er helemaal klaar mee. Die zegt... Maar Baudet hoopt dat Hiddema naar het kamp gaat? Harry Mens hoopt dat Hiddema zo snel mogelijk... Nou, Otte heeft politiek gezien betere denkbeelden. Maar Otte is door die zaak, door Baudet, ook toch helemaal beschadigd. Want dat is toch een beetje de onbetrouwbare penningmeester, hè, voor de mensen in het land. Nou, ik zit me zo langzaam, heb ik me afgevraagd van wat is dat dus wat Mens en Derksen dan opeens zo tegen Baudet hebben? En mijn analyse van dit geheel is... eigenlijk dat het gevaar voor mensen als Harry en ook voor Derksen is als je te veel en te close contact houdt met politici. En ik denk dat zij dat gewoon hebben. Van Harry weet ik dat die praat al met al die politici. Die praat met Otte en dat soort dingen. Derksen overduidelijk ook. Die praat met Otte. Ik geef hier ook mijn garantie aan jullie. Ik doe dat niet. Ik zal echt wel een keer met een politicus praten. En weet je, ik ga wel eens dineren met een politicus. Maar ik... ga er nooit zo diep in zitten dat ik een soort van spreekbuis voor die mensen word. Want ik ben totaal onafhankelijk. Ik sta erop tot mijn dood zal ik onafhankelijk opereren. Mij kan je niet inpakken. En ik heb het idee dat mensen en Derksen zijn ingepakt door die gasten. Het ding is namelijk, zij komen maar met Baudet, die is extreem aan het worden. Maar kom eens met een voorbeeld. Ze komen niet met een voorbeeld. Als je dat doorvraagt, dan zeggen ze van... ja, ik heb een kijkje in de keuken gekeken... en achter de schermen gebeurt er dit en dit en dit. Ja, maar wat hebben we daaraan? Het is het Amerikaanse gezegde... put up or shut up. Als je hem verwijt extreem te zijn, Jerry Baudet... je kan echt niet met één publiekelijk ding komen... wat die man gedaan heeft. Dat je het opeens zo switcht... en dat het opeens een extreem rechtse gevaarlijke gek geworden is. Waar zij dit op baseren... is verhalen die zij gehoord hebben van Otte... overduidelijk hoe dat gegaan is achter de schermen. Maar ja, dat is achter de schermen. I don't give a shit. En Paul Cliteur, ik weet niet eens wie Paul Cliteur, daar heeft niemand voor gestemd. Waar het mij om gaat, ik blijf mezelf herhalen. Thierry heeft het verhaal verteld. Hij heeft zijn verhaal verteld, maar ook het verhaal voor het FVD. Daar hebben allemaal mensen op gestemd. Nou heb je die Otte, die is ontevreden, want die wilde meer aandacht. En die wilde ook de koers veranderen. En wat hij dan doet, is dan stapt hij daaruit en dan neemt hij de stemmen die eigenlijk Thierry gewonnen heeft. Want niemand heeft op Otte gestemd. Niemand heeft op Paul Cliteur gestemd. Niemand weet wie die mensen zijn. Zij pakken die stemmen en gaan dan zelf aan de slag. En het wordt natuurlijk helemaal niks. Het wordt helemaal niks. Maar het raar is dat deze twee mensen in de media, Mens en Harry en Derksen, zo anti zijn. En ze komen niet met voorbeelden. Maar dat is omdat zij praten achter de schermen met Otte. En die heeft verhalen verteld. En er zijn verhalen naar buiten gekomen. Ja, dan moet je ze vertellen. Want dit slaat nergens op. Er is geen bewijs dat zijn gedrag zo raar geworden is. Wat is er zo raar geworden? Behalve dat deze gasten de partij uitgezet zijn. Er is niks extreem geworden. Er is niks voor de buitenwereld niet. Als je iets weet achter de schermen, zeg dat dan. Maar ik heb het niet gezien. En daar gaat het me ook niet eens om. Dit is namelijk kiezersbedrog. Dit is kiezersbedrog. Jeugdjournaal, dames en heren. Gouden eeuw. Dit breekt je hart als je ziet hoe natuurlijk de jeugd van tegenwoordig gewoon gebombardeerd wordt door de NPO met linkse indoctrinatie en zeker over de Gouden eeuw. Ja, het breekt je hart. Op de Alan Turing School in Amsterdam weten ze veel over de Gouden eeuw. De kinderen krijgen daar vaak les in geschiedenis. Als ik Gouden eeuw hoor, dan denk ik aan de... aan slaven en aan dat Nederland heel rijk was. Het land werd heel rijk door handel over zee. Maar de periode had ook mindere kanten, als oorlog en slavernij. Ook in Nederland was de rijkdom niet eerlijk verdeeld. Er waren veel arme mensen. Zij moesten hard werken voor weinig geld. Ik vind de Gouden Eeuw geen goede naam, omdat er eigenlijk ook heel veel armoede was. Je zegt het over de Gouden Eeuw van heel Nederland. Dat wordt over heel Nederland gezegd. Maar dat was niet zo. Het ergste wat de afgelopen 30 jaar gebeurd is. Is dat wij het onderwijs zo hebben laten domineren door links. En daar hebben we echt zoveel schade mee aangericht. En kijk nou hoe jongeren geïndoctrineerd worden. Over het algemeen zijn al deze posities is niet wat de meerderheid in Nederland vindt en denkt. Maar omdat die jongere generaties zo gehersenspoeld worden.
Ja, is dat zorgelijk voor de toekomst? En we moeten dit dus hier blijven over praten en blijven tonen dat dit allemaal gebeurt. Deze indoctrinatie, jeugdjournaal, hou het in de gaten voor je kinderen. Ik zou mijn kinderen er nooit naar laten kijken. Jan de Hoop, maar ja, het wordt op scholen verplicht en zo. En, dat is ongelooflijk. Jan de Hoop, RTL Nieuws. Waarom extreem rechts of waarom het woord rechts gebruiken in dit report? De gay pride in Servië is door extreemrechtse demonstranten verstoord. De pride werd bijgewoond door de premier van Servië die openlijk homo is. Premier Brnabic en haar partner schaarden zich bij honderden homo-activisten. Ze liepen mee met de jaarlijkse mars door het centrum van Belgrado. De politie moest eraan te pas komen om de deelnemers aan de mars te beschermen tegen anti-homo-activisten. 5 anti-homo-activisten werden door de politie opgepakt omdat ze weigerden de route te verlaten. Waar is het bewijs dat het rechts is? Servië is ondanks deze incidenten optimistisch over de groeiende homo-acceptatie in Servië. From year to year it's easier to organize pride and you know there are other cities in Serbia now that are trying as well. Ja, sorry, maar er zijn mensen die tegen homo's zijn. Dat is nou eenmaal zo. Maar dat is niet automatisch rechts. Er is nul bewijs dat dat extreem rechts is. Maar dat is weer de framing. En Milo Yiannopoulos, die provocateur, die zelf ook homo is, die zegt altijd van homo's zijn de domste minderheid die er bestaat. Want het rare is, ze blijven maar knuffelen, links knuffelen, extreem links knuffelen. En die allemaal de grenzen openzet voor mensen met culturen die homo's van gebouwen afflikkeren. En, maar omdat maar constant dat framen van rechts is zo apart. Netflix is bijna niet meer om naar te kijken. Alles gaat is over rassen, racisme. En natuurlijk zijn de blanken heel erg. En de afschuwelijke Chelsea Handler komt binnenkort weer met een nieuwe documentaire. En ik ga niet kijken, maar ik wil toch even laten zien. Dit is Netflix anno 2019. Thank you for having me here tonight. My name is Chelsea Handler. And I am as white as they come. I'm filming a documentary, as you may or may not know, about white privilege. Oh, gaan we weer. Oh. I'm clearly the beneficiary of white privilege. I want to know how to be a better white person to people of color. Waarom zijn deze ongelukkige vrouwen, hè? Waarom gooi je die hun huidskleur erin? Je bent ongelukkig. Je haat jezelf. Prima, ga eraan werken. Maar betrek niet eventjes zeg maar het hele witte ras erbij. Verschrikkelijk. Maar dit is alles op Netflix is ongeveer zo tegenwoordig. Vroeger had je nog leuke comedy series. Toen had je bijvoorbeeld Friends, weet je nog Friends? En Friends is nog steeds heel erg succesvol. Reden om voor De Wereld Draait Door daar gisteravond aandacht aan te besteden. Maar natuurlijk wel met hun gezellige spin. Deze week is het 25 jaar geleden dat de eerste aflevering van de serie Friends werd uitgezonden. Sinds de populaire sitcom ook online te zien is, binge-watched een hele nieuwe generatie de levens van Joey, Chandler, Rachel, Ross, Phoebe en Monica. Toch zet Young nog wel een paar vraagtekens bij de nog altijd zeer succesvolle serie. Not B.I.G., not limited to the sky. Misschien mag ik dan net zo uit zijn als de serie Friends zelf. Maar ik kan ook genieten van alle avonturen die Ross en zijn vrienden meemaken. Lekkere outfit pick. Maar anno 2019 is er toch best veel kritiek op de serie. Want laten we eerlijk zijn, kan de serie Friends in de huidige maatschappij nog wel bestaan? Antwoord is overigens nee. Zo? Dan, kan Friends anno 2019 nog? Eigenlijk niet. Eigenlijk al een wereldbeeld waarin alles draait om 6 witte hetero's die nergens last van hebben en nooit hun huur niet kunnen betalen, is natuurlijk een heel raar beeld van de stad New York. Maar wat zou anno 2019 wel de juiste serie zijn in hetzelfde concept? Ja, voor nu zou Friends een serie moeten zijn die ook diversiteit uitdraagt. Dus Oké, dus alle blanke mensen zijn weer verschrikkelijk. En weet je, het kan niet alleen maar blanke zijn. Nee, want blank dat kan niet meer. Nee, dat kan niet meer anno 2019. Het grappige is, de reden waarom die serie nog steeds zo populair is, is omdat, moet je naar het 25 jaar later, en we hadden natuurlijk gewoon nu veel relaxter over alles moeten zijn, maar nee, we zijn veel moeilijker gaan doen over alles. In 25 jaar geleden kon je nog grappen maken die dan nu zogenaamd niet meer zouden mogen, omdat een minderheid van besnoorde lesbiennes die op alle hoge posities in de media zitten, vindt dat dat niet meer kan. Een minderheids,
Ja, het is ongelooflijk hoe erg dit is. En de Wereld Draait Door heeft dan ook zeg maar een intro gemaakt van Friends. Hoe dat er dan nu uit zou moeten zien. Maar het grappige is, zij denken van oké, zo had het er nu uitgezien. De reden waarom die comedy-series tegenwoordig niet meer grappig zijn, is omdat die intro's en ook de casting ziet er zo uit. Zelfs de creator van Friends, Marta Kaufman, die had gezegd van ja, tegenwoordig zouden we het niet meer zo kunnen doen. En voornamelijk natuurlijk grappen over transgenders. En dat is zo jammer. Maar ik wil er ook uitgaan met deze grap. Ja, ik vind het nog steeds. Ik kijk het ook nog steeds als het op de buis is. Is het leuk. Maar Chandler, die had natuurlijk een zeer sexy moeder. Maar die was getrouwd. En die vader was transgender geworden. Of weet ik. En deze scène is zo grappig. Hoe die moeder en die vader elkaar op een of andere huwelijk weer ontmoeten. Hello all. Hi, dad. Mr. Bing. Nora. Charles. It's so great to see you both here. Yes. Although I think we may be seeing a little too much of some people. Aren't you a little old to be wearing a dress like that? Don't you have a little too much penis to be wearing a dress like that? Het ding is, dat zou dus tegenwoordig niet meer kunnen. Dat zou niet meer kunnen. Nou, wat mij betreft wel. En ik blijf doorgaan totdat ik erbij doodval. Het echte geluid vind je hier.